Wij zijn hier in Akersloot. En waar zijn wij in Akersloot? We zijn hier in de Vriendschap. Dat is de plaatselijke dorpskroeg. We hebben er hier meerdere. Maar de Vriendschap die onderscheidt zich door inderdaad heel veel verenigingen hier hun sport te laten doen. Een van die sporten is de schietvereniging. Nou, daar zijn wij dus van. En dat is schietvereniging De Vrijheid. Ja, op zich is het een onwijs leuke sport. Het is heel, ik noem het knuiterig, maar dat is een zaaswoord waarschijnlijk. Daar kom ik ook oorspronkelijk vandaan. Ja, je komt hier iedereen of heel veel mensen tegen die hier in Akersloot opgegroeid zijn. Of terugkomen vanwege ook de schietvereniging, maar ook vanwege deze locatie. En ja, het is voor ons gewoon leuk om dit te organiseren. En we hopen door wat bekendheid meer leden te krijgen. Op dit moment zitten we met een man of 20 gemiddeld per jaar. En dat zouden we graag wel wat uitgebreider zien. Dus het zou heel erg leuk zijn als er mensen zich gaan aanmelden. En eens een keer proef komen schieten. En dan te kijken of het inderdaad wat is voor hun om ook mee te schieten. Kijk, op jaarbasis kost het niet de hele wereld. Het kost eigenlijk bijna niks. In de contributie zit het lidmaatschap van de KNSA. Tevens zitten de kogeltjes erbij die je verbruikt op een schietavond. Nou, we schieten er 20 op een avond. Dus je moet proberen op 4 kaarten 20 keer aan roos te raken. Nou, dat is best moeilijk. Dat heb ik tenminste ondervonden. Ik begin eindelijk nu zelf beter te schieten en dan wordt het helemaal leuk. Want als je fanatiek bent, dan vind je dat ook leuk. U zegt 20 man, maar ik zie ook een dame achter de tafel zitten. Dus is het alleen een mannensport of is het voor allebei? We hebben inmiddels, als ik goed heb, 3 dames bij ons in de vereniging. Dat is mijn vrouw en dat zijn er nog 2. Dus wij hopen ook meer dames hierheen te trekken. Want ja, de dames schieten soms vaak nog beter als de heren. En dat vind ik wel heel apart, want mijn vrouw schoot ook beter als mij en daar kan ik heel slecht tegen. Dus het is nog een beetje competitie hier nog. Ja. Wat zien de kijkers? Nou ja, de kijkers zien mij zitten, geknield met een .22 vuurwapen. En we schieten hier op een 12 meter baan. We schieten eigenlijk 4 keer 1 kaart, dus totaal 20 schoten. Ja, dan moeten we zorgen dat we de hoogste score halen. Wordt er alleen met een geweer geschoten of ook met pistolen? Nee, we schieten eigenlijk alleen met geweer. 1 keer per jaar schieten we met revolver tijdens een besloten bijeenkomst. Maar dat is voor de rest niet wekelijkse kost. Heeft dat ding nog veel onderhoud nodig? 1 of 2 keer per jaar dan halen we hem helemaal uit elkaar. Olie we alles in, zetten we weer in elkaar. Dus dat is het eigenlijk. Voor mij staat Hans Frinking, is de penningmeester, maar is ook degene die het meeste verstand van wapens heeft op dit moment. Ja, dat klopt. Dat komt omdat onze wapenmeester tijdelijk afwezig is. Het wapen dat benodigt een onderhoud. Zoals net al verteld is, dat je 2 keer per jaar wordt die uit elkaar gehaald. Dan halen we de trekkergroep uit elkaar en de afsluiter. Dus op deze wijze. En dan kunnen we nog verder uit elkaar trekken door het knopje in te drukken en dan verder uit elkaar te halen. En dan is dit de trekker. De trekkergroep zit hierin. En hier zit de slagpen in en die moet je regelmatig in de olie zetten. Want dan blijft de boel gangbaar en dan heb je ook minder kans op slijtage. Voor de rest kijken we hier ook door het oculair heen. Dat oculair dat kunnen we verstellen. U zit hier bovenop de knopjes, daar kunnen we dus het vizier mee afstellen. Als het wapen enigszins een keertje geraakt is door iemand of men het verkeerde knopje aangedraaid heeft, dan moet dat wapen weer opnieuw ingeschoten worden. En dan zetten we hem in een beugel en dan schieten we het wapen weer opnieuw in en dan stellen we hem weer opnieuw af. Wat is er zo leuk aan om deze sport te beoefenen? Wat een sport is het? Nou, deze sport is eigenlijk een pure concentratiesport. Je gaat zitten, je moet je eigen concentreren. En dan is de bedoeling dat je dus zo hoog mogelijk een score haalt. Voor mij staat Jacqueline uit Limmen. Die heeft net geschoten. Hoe was jouw ervaring? Nou ja, het viel me eigenlijk heel erg tegen. Ik had verwacht dat ik veel beter was, maar ik heb één punt gehaald. Dat is slecht. Had je al eens geoefend op zoiets? Nou ja, met het teamuitje heb ik een keer geschoten en toen had ik alle bloemetjes van de stokjes af. Dus ik dacht van, ik heb talent en ik denk, ik ga het vanavond nog een keertje laten zien aan mijn vrienden. Maar ja, dat viel een beetje tegen. Ga je ermee door of niet? Nou ja, misschien wel. Ik hou het wel in gedachten. Het zijn natuurlijk wel kennissen van ons die dit organiseren. Dus wie weet ga ik nog een keertje langs.